Nou, het begon er natuurlijk mee dat ik zelf in het stadhuis was toen die gijzeling plaatsvond. Gijzeling was op de eerste verdieping en ik zat op de tweede verdieping te werken. Dus ik heb van vrij dichtbij meegemaakt dat wat een... Ja, wat een heftige ervaring dat was. Natuurlijk was het voor de vijf mannen die gegijzeld zijn geweest het meest ingrijpend. Maar ook voor een heleboel andere mensen in dat stadhuis. Want het was een hele spannende, onzekere en op dat moment een hele bedreigende situatie. En het heeft me altijd verbaasd dat daar eigenlijk heel weinig over is gezegd en geschreven. In de media, terwijl het een hele ernstige gebeurtenis was, maar dat het tegelijkertijd de media, om het maar even zo te generaliseren, wel meteen enorm grote conclusies trokken zonder enige kennis van zaken en op die manier heeft bijvoorbeeld ook het programma Zembla een uitzending gemaakt waar de honden geen brood van lusten, maar die er wel als zoete koek inging bij het publiek, zeg maar. En nou ja, dat allemaal bij elkaar. Ja, er is het verhaal dat overal een beetje is verteld en herhaald, is dat de gemeente doelbewust AMO en zijn vrouw heeft tegengewerkt. En ook ten gunste van een aantal andere horecaondernemers, met wie de gemeente een soort vriendjespolitiek zou bedrijven. Maar als je in de achtergronden duikt van al die procedures, het hele vergunningenproces en hoe de contacten met de gemeente, tussen de gemeente en het ondernemers-echtpaar zijn verlopen, dan zie je dat er een heleboel eigenlijk gewoon heel erg goed is gegaan. Maar dat er uiteindelijk een heleboel dubbele signalen zijn ontstaan, omdat het over zeven verschillende vergunningen ging. Waarbij inderdaad het heel begrijpelijk is dat de gemeente op een aantal punten... Ja, voorzichtig werd, omdat er vragen waren over een bepaalde lening. En misschien was het allemaal gewoon goed gekomen als Ahmed niet door het lint gegaan en niet die gijzeling had gepleegd. Ik zie het meer als een hele tragische samenloop van omstandigheden met miscommunicatie tussen een gemeente die zich heel formeel opstelt, maar wat dat betreft zich wel aan de regels heeft gehouden. En aan de andere kant een ondernemers-echtpaar dat heel graag wil, maar misschien zichzelf ook wel een beetje voorbij is gelopen. Thank you.